Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering Klassieke Partijen. Vandaag gaan we kijken naar een partij tussen Andersen met de witte stukken tegen Kieseritzky. Deze partij wordt ook wel de Onsterfelijke Partij genoemd. Het werd gespeeld in Londen 1851 en we komen erin bij Z17. Wit speelt hier paard D5. En dat laat heel veel tactische mogelijkheden toe. We gaan even terug. Wit had hier ook voor kunnen kiezen om het centrum te bezetten. D4 bijvoorbeeld spelen. Stel dat zwart dan pakt, lopen D4. Dan komt de zet paard D5. En zwart, die dame op F6, kan die loper niet meer verdedigen. En dit is ook een hele gunstige stelling voor wit. Dit had ook kunnen gebeuren. We gaan even terug naar loper C5. Andersen kiest dus voor paard D5. En daar zijn we wel zo blij mee, want het zijn heel veel tactische mogelijkheden komen nu aan bod. Daar gaan we. Dame B2. En wit gaat verder met loper D6. We gaan even kijken wat gebeurt er na dame A1. Schaak. Koning E2. En stel, dit is dus analyse. Stel dat wit, dat zwart nog die tweede toren meepakt. Staan we drie stukken voor, twee torens en een loper. We zijn dan even Kieseritzky. En hoe gaat wit hier verder? Even een pauzemomentje. Je kunt gewoon over de pauzeknop drukken. Dan gaan wij even het goede antwoord bekijken. Er zit namelijk een matje in deze variant. Wit gaat dan verder namelijk met paard G7 schaak. Koning heeft maar één veld. Koning gaat D8. En nu zit mat in één zet. Loper C7 mat. Dus dit is een van de varianten die op het bord had kunnen komen. Heel spectaculair. Even kijken. We komen van loper D6 af. Dus als je de beide torens pakt met zwart, dan gaat het ongelooflijk hard mat. Oké, maar loper D6 is de zet. Stel je voor, je pakt die loper gewoon. Loper mat D6. Weer een pauzemomentje. Hoe gaat wit hier verder? Nou, deze variant is iets langer. Wit gaat verder met paard maal D6 schaak. Nou, naar koning F8 is het mat in 1. Dus hij moet naar D8 toe. Dan volgt er een schaakje, paard F7. Wederom 1 zet, koning E8. Paard gaat weer terug. Koning heeft maar 1 zet. En het is mat, dame F8. Dus dat kon allemaal niet. We lopen D6 vanuit deze variant. Wat gebeurt er wel? Ik moet zeggen dat de computer hier geeft aan dat één toren pakken wel een mogelijkheid is. Waar we net gekeken hebben, dame A1, koning E2. En nu mag je dus niet pakken op G1. Met de dame in ieder geval. Nu geeft de computer aan dame B2 met een hele ingewikkelde stelling. Zou nog speelbaar zijn. Goed, we gaan even terug naar de echte partij. Loper D6, zo deze tand.
Kizeritsky sloeg lopenmaal G1. En daar hangt natuurlijk ook nog de toren. Misschien wil hij deze daarna wel pakken. Nu komt de briljante zet van Andersen. Hij speelt hier. Hij trekt zich niks van die toren aan op A1. Hij speelt hier E5. Blokkeert deze diagonaal. Heel slim gespeeld. Zwart pakt nu toch de pion met schaak. Je zou denken dat kan niet meer, dat kan niet verkeerd zijn met schaak. Koning moet naar E2. En hier gebeurt er iets interessants, want zwart geeft op. Toch zijn er in sommige boeken, gaat hij in de My Database bijvoorbeeld, gaat die partij gewoon nog even door. En nou ja, we gaan een variant bekijken waarom deze partij ook zo beroemd is geworden. Stel, zwart speelt paard A6. En nu weer een denkmomentje. Hoe gaat wit verder? Nou, zie je weer het paard G7. Dat kan nu omdat hij diagonaal van A1 naar H8 geblokkeerd is. Dus dat, nu kunnen we slaan met schaak op G7. Koning gaat naar D8, enige zet. Als u F7 heeft gevonden, is dat ook goed. Zwart kan nu niks meer doen aan het mat. Dame F8 dreigt. Nou ja, we dreigen wel meer dingen. Maar dan kan zwart hier niks meer aan doen. Het gaat hier altijd mat. Dus dat is heel goed gezien. Gaat hij voor de schoonheidsprijs. En zo gaat hij de boeken ook in. Misschien wel met een klein beetje geschiedvervalsing. Wie zal het zeggen? Hij is wel daarom niet minder mooi. De zet. Dame F6 schaak. Schitterend. De dame kan gewoon geslagen worden. Hij moet ook geslagen worden. Want ja. Nou, paard E7 kan ook, maar dan is het mat op de volgende zet. Dus dan hebben we de dame eraf. En nu slaan we niet terug, maar we geven mat in 1. Lopen E7 met 3 lichte stukken. De laatste stukken van wit werken optimaal samen. En zo is deze partij de onsterfelijke partij genoemd.